Drie vrouwen en man opgepakt voor witwassen en fraude. Het is donderdag 10 oktober. Dit is Zeeland Nu. Dure auto's en nepmerkkleding in beslag genomen. Douw start onderhoudstop weer op. En Sloeweg is nu echt helemaal af. Goedenavond. In Vlissingen zijn vanmorgen drie vrouwen en een man uit één familie aangehouden omdat ze worden verdacht van witwassen en fraude. De politie kwam de zaak op het spoor na een tip van een uitkeringsinstantie. Het gezin leefde namelijk van uitkeringen en toeslagen. De politie viel vanmorgen binnen in de woning van het gezin aan het Mondriaanplantsoen in Vlissingen. De woning werd helemaal doorzocht, onder meer met een hond die speciaal getraind is in het opsporen van geld. Daarnaast werden er twee dure auto's in beslag genomen. We hebben op voorhand eigenlijk allerlei dingen die dus duur zijn, hebben we van ze afgepakt. En gedurende het onderzoek hebben we dan alvast vermogen van ze in beheer, zeg maar. Waar we eventueel rekeningen mee kunnen vereffenen. Zaken zijn vast uit voorzorg in beslag genomen, zodat er straks geld teruggevorderd kan worden. Ja, inderdaad. En zelfs geldt dat voor de woning. Dus er is ook beslag op gelegd. Dat kun je aan de buitenkant niet zien, maar daar is ook beslag op gelegd. Deze kledingwinkel maakte ook onderdeel uit van het onderzoek. Die zou gerund worden door het gezin. De politie heeft daar allerlei kleding in beslag genomen, waaronder vermoedelijk ook valse merkkleding. Zij blijken dus iets te maken te hebben, wat precies dat onderzoeken we nog, maar iets te maken te hebben met een winkel. Dan zijn we naar binnen gegaan, we hebben en nepkleding aangetroffen en dure kleding. En die is allemaal meegenomen door ons. De zaak kwam aan het rollen door een tip van een uitkeringsinstantie. Het gezin zou op veel te grote voet leven, terwijl ze een uitkering hadden met verschillende toeslagen. Hun uitgavenpatroon was toch wel dusdanig dat het opviel voor iemand die een uitkering heeft. Dus toen zijn we daar onderzoek naar gaan doen met dit uiteindelijk als resultaat. Er is ook nog een minderjarige jongen aangehouden. Wat is het verband met de zaak voor hem? Dat is ook een van de gezinsleden. Die was op een andere locatie, maar die is inderdaad ook aangehouden. Dat hele onderzoek, gaat dat nog lang door? Nou, we hebben echt wel, want dat was ook een van de redenen waarom we naar binnen zijn gegaan, om vooral ook nog extra bewijs te verzamelen. Dus dat moet allemaal nu geanalyseerd worden. De mensen moeten verhoord worden. Dus we zijn daar echt nog wel een poos mee bezig. De onderhoudswerkzaamheden bij Douw zijn hervat. Dinsdag werd de grote onderhoudstop stilgelegd vanwege een dodelijk ongeval op het fabrieksterrein. Bij dat ongeluk kwam een 63-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven nadat ze door nog onbekende oorzaak in aanrijding kwam met een rijdende kraan. De grote onderhoudstop werd stilgelegd om alle medewerkers in te kunnen lichten over het ongeval en om de veiligheidseisen aan te scherpen. Zo wordt het aantal zware voertuigen op het fabrieksterrein tot een absoluut minimum beperkt en zijn er tijdsblokken ingesteld waarop voertuigen mogen rijden. Hoeveel het stoppen van de complexe onderhoudstop heeft gekost, wil Douw niet zeggen. 30 verschillende organisaties, onder wie de provincie, alle Zeeuwse gemeentes, het waterschap en woningcorporaties, kwamen samen om Zeeland de eerste bijvriendelijke provincie van Nederland te maken. En om zich aan dat plan te binden, tekenden zij allemaal de bijenstrategie. Iedereen die vandaag ondertekent zegt van hey, ik sta voor het belang van die bestuivende insecten, maar zegt ook ik ga actief aan de slag. De strategie is een initiatief van platform Bijvriendelijk Zeeland, die de leefbaarheid van bijen wil verbeteren. Want de gevolgen zijn desastreus als de bij er niet meer zou zijn. Voornamelijk voor de voedselvoorziening. Nou, bijen doen iets voor zichzelf, voedsel verzamelen, maar dat levert ook bestuiving op. En een groot deel van de wilde planten, maar ook appels, peren, aardbeien, blauwe bessen, noem maar op, hebben bestuiving nodig. En bijen zorgen dus voor ons voedsel eigenlijk ook. Het bestond al 2 jaar, maar vooral op papier. En vanaf nu hebben ze ook een fysieke plek. Het Green Office van de HZ. Meerdere Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben al zo'n Green Office. Een verzamelplek van initiatieven om de scholen zelf duurzamer te maken. En dat kan al met kleine oplossingen. We draaien heel veel projecten. Maar veel van die projecten zijn buiten de deur. En ik wil zo graag ook dat die school zelf duurzaamheid ademt. Docenten die laten de lichten branden als ze het klaslokaal verlaten en de beamer laten ze aan. Dus daar gaan we campagne voor voeren. Behalve de HZ wil het Green Office ook andere organisaties en bedrijven helpen te verduurzamen. En sinds 4 uur vanmiddag is in Terneuzen een samenscholingsverbod ingesteld. Naar aanleiding van de spanningen tussen groepen scholieren.
Dinsdag kon de politie een grote vechtpartij voorkomen toen er ruim 100 jongeren samenkwamen. En gisteren is een 16-jarig meisje in de klas aangehouden vanwege de spanningen. Zij zou jongeren hebben opgeruid. Het samenscholingsverbod geldt nog voor minimaal een week. Chocomel komt van een bruine koe en frietjes komen van de frietboer. Dat kleine kinderen vaak niet weten waar hun eten vandaan komt, gaf Marlijn Bommelijn uit Axel inspiratie voor het schrijven van haar kinderboek, waarin Dwarrel een kijkje neemt in de tomatenkas. Dwarrel kijkt om zich heen. Dit heeft hij nog nooit gezien. Overal staan planten, rijenlang. Wij waren op vakantie in Italië en mijn droom was altijd een kinderboek schrijven. Dus ik dacht, waar moet ik over schrijven? En toen begon het wat te waaien en ik zie in één keer een blaadje dwarrelen. Dat is het. Dwarrel, het boomblaadje. Ze schreef 7 jaar geleden haar eerste kinderboek, Dwarrels eerste avontuur. Toen ze een jaar geleden in de kassen ging werken, had ze meteen het onderwerp voor haar tweede boek te pakken. Dwarrel leert wat wij hier allemaal voor werkzaamheden doen en het ontstaan van een tomaat. En wat de hommel voor functie heeft hier in de kas. Dwarrel bekijkt de plant goed. Hij ziet gele bloemen, maar ook rode en groene ballen hangen. Wat zijn dat voor ballen? Ballen! Het is geen kerst, dus het zijn geen kerstballen. Nee. De hommel schudt zijn hoofd en zegt, dat zijn tomaten. Jeetje, dat je dat niet ziet. Kinderen die denken, ja, we kopen het in de winkel. Dus ik denk, waarom schrijf ik niet een boekje over het ontstaan van een tomaat? Dus er wordt gewoon alles in beschreven. En dat het niet echt vanzelfsprekend is dat het in de winkel ligt. Maar waar komt melk vandaan? Van de koe. En waar komen frietjes vandaan? Van de frietman. Waar komen aardbeidjes vandaan? Uit de winkel. Uit de winkel? Ja. Waar kan je melk vinden? In de winkel. En waar komen de tomaten dan vandaan? Hier. Kan je die dan opeten? De hommel knikt en zegt, ja natuurlijk. En ze zijn nog lekker en gezond ook. Als jullie willen weten hoe dit verhaaltje afloopt, heb ik een leuke verrassing. Ik ga dit boekje meegeven aan de juf. En dan kan zij jullie voorlezen. Ik wil u dat boekje geven, zodat u het verhaal verder kan lezen. Wat leuk. Heeft die mevrouw dat voor jullie voorgelezen? Van Dwarrel. Daar zijn we heel blij mee. Hartstikke ik ook, bedankt. Ik ben blij. Dat nemen wij mee. Ze vonden het leuk. Ja, echt leuk. En ik ook. Ik vond het ook zo leuk om te doen. Met het leggen van het laatste puzzelstukje heeft gedeputeerde Harry van der Maas de nieuwe Sloerweg, oftewel de N62, symbolisch helemaal afgemaakt. Daarmee is de grootste kruising van Zeeland, Drie Klauwen, officieel geopend. 3 jaar geleden viel het besluit om dit gestroomlijnde, maar dure knooppunt te maken. En dat ging niet zomaar. Als de Sloerweg klaar is en het boek kan dicht, dan is voor de Provinciale Staten ook een heel lastig dossier eindelijk afgesloten. In een vloeiende beweging rijd je voortaan van Goes naar Gent. Zonder stoplichten en zonder rotondes. Viaducten Drie Klauwen is een feit. De oude situatie, eigenlijk een grote T-splitsing, heeft plaatsgemaakt voor 3 viaducten. Dat werd in december 2016 besloten door Provinciale Staten van Zeeland. Tot op het laatst was het heel spannend wat het zou worden. Ja, daar heeft heel wat lobbywerk achter de schermen ingezeten ook. Ook voor de schermen. Het was eigenlijk, tot de dag voor de stemming was het spannend, dat klopt. Het provinciebestuur wilde een kruising met 1 viaduct en een rotonde. Want die was 4 miljoen euro goedkoper dan een kruising met 3 viaducten. Ook oppositiepartij SP wilde deze goedkopere oplossing. Dat was ook de meest veilige en die paste binnen het budget. Dus dat vonden wij duur genoeg. De andere, deze variant, was 4,2 miljoen duurder. Wat in de achterhoofden meespeelde bij de besluitvorming was het zogeheten Sloerwegdebakel. In verband daarmee heb ik besloten mijn portefeuille met ingang van vandaag dus direct ter beschikking te stellen. In april 2015 moest CDA-gedeputeerde Kees van Beveren het veld ruimen. De vernieuwing van de Sloerweg viel 19 miljoen euro duurder uit dan begroot en Provinciale Staten was hierover te laat ingelicht. Eén ding was zeker,
Zo'n dure blunder moest kost wat kost worden vermeden. Statenbreed wilde men niet meer verrast worden door forse budgetoverschrijdingen. Het moest echt binnen het budget blijven. Toen moest er ook nog een duurdere variant van een viaduct komen. Nou, dat vond de SP geen goed idee. Maar dat gebeurde toch. De VVD kwam met een initiatiefvoorstel. Er moesten 3 viaducten komen. Kosten 20,1 miljoen euro. Die variant vonden wij de enige die vlot, veilig en toekomstbestendig was. De SGP had de troefkaart in handen. SGP-gedeputeerde Van der Maas wilde de goedkopere variant. Maar de SGP-fractie neigde naar de duurdere kruising met 3 viaducten. Kijk, er wordt gezegd, je moet het college niet slaafs volgen. Dat hebben we ook niet gedaan. Dualisme, hè? Ja, dualisme is er. Maar als je in de coalitie zit, dan probeer je toch de coalitie bij elkaar te houden. Probeer je toch goede verhoudingen, niet alleen met totaal van de coalitie erop na te houden, maar ook goede verhoudingen met de gedeputeerden. Op de dag dat het zover was, steunde gelukkig de SGP ook ons initiatiefvoorstel. Was dat een hele opluchting? Dat was een hele opluchting. Het gaat niet zozeer om van wij hebben gewonnen, maar het is een invulling en een oplossing geweest die in het belang is van Zeeland ook. Eindgoed, al goed? Toch niet helemaal. Tolgeld van de Westerschelde-tunnel is gebruikt om de duurdere variant te kunnen betalen. En dat blijft steken. Daar hoef je geen Einstein voor te zijn, dat klopt. We hebben gewoon 5 miljoen uitgegeven die niet van Provinciale Staten was. Nou, die paar miljoen die er nog vanuit de tunnel nodig was, die ja, leidt er wel toe dat de tunnel eventueel iets later tolvrij is, maar dan heb je het over een paar maanden. En dat was voor ons geen struikelblok. De zon liet zich geregeld zien, maar die kon niet voorkomen dat er af en toe toch een buikje viel. Het werd uiteindelijk zo'n 17 graden. Vanavond klaart het even op, maar niet voor lang. Het blijft tenslotte Nederland, want vannacht en morgen valt er van tijd tot tijd regen met een stevige wind met mogelijk forse windstoten. En in Zeeland Veilig zometeen gaat het over de scheepvaart. Ik dacht, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. En ook al komt hij dan rustig de kant op, ik weet niet wat er in het schip gebeurt. Waarom stuurt hij niet uit? Wat voor paniek is er? Is er misschien een machinekamer brand of zoiets? En dat met een chemicaliëntanker? Alle details hierover straks dus in Zeeland Veilig, met daarna nog het uitgebreidere weerbericht. Fijne avond voor nu en tot morgen.